Zeer goede dag, dames en heren. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe carnavalsvlog. Het is vandaag 22 maart, we zijn 2 weken later. Dan was Mechelen optocht. Vandaag is het Kotemoptocht, de laarse. En dan is het gedaan voor dit jaar. Dan moeten we wachten tot volgend jaar. En dan is het pumpeleren 3x11. Dat wordt leuk, hoop ik. Mijn pakje hangt hier al klaar. Ik moet nog eten. Ik ben gewoon net mijn bed uit, maar ik was al klaar wakker van toen ik begon te spelen. Omdat ik nu altijd goed gezind ben. Maar het weer is niet zo al te best. Of ja, het is droog, dat moeten we hebben. Het is redelijk koud. Maar van de leuke spreken mogen wij toch weer die dikke pakken hebben. Die zijn echt warm. En ik denk dat ik maar eens ga ontbijten en mij aankleden. En dan doe ik dadelijk de briefing voor jullie. En jullie weten hoe het gaat. Jullie hebben de vorige vlog hopelijk ook allemaal gezien. De briefing is voor dadelijk. Ik ga nu lekker eerst eten. Zo, dames en heren. Ik heb ontbeten. Ik sta in mijn kamer in dezelfde kleding als vorige keer. Die training dan toch, want je hebt jullie niet gezien. Alles hangt daar nog op. Ik moet het dadelijk gaan doen. Of in mijn broek. De planning. Ik word om 10:30. Het is nu 10:50. 10:30. Moet ik bij mijn tante zijn. Mijn moeder gaat mij brengen. En daarna gaat mijn moeder mij, mijn tante en 2 neefjes naar Kotemoptocht moeten doorrijden. Waarom? Waarschijnlijk omdat hun auto al weg is. Want mijn oom, zeg maar dan, moet al helpen met opbouw van de wagen. En moet bijvoorbeeld de remorque. Moet die machine gaan halen en weet niet wat er allemaal achter hangt hier omhoog dan. En eenmaal in Kotemoptocht gaan wij denk ik geschminkt worden. Dat volg je. Ik heb proberen deze keer wel de schmink vast te leggen op beeld. Als het me niet lukt, mijn excuses. Deze keer hebben we een heel grote andere wagen. De hoofdwagen is niet meer dezelfde als vorige keer. Het is niet meer dat grote kasteel. We hebben wel een ander kasteel item ding. Met 1 hoge toren op. Waar ik hopelijk op kan gaan staan met mijn neefje. En ja, we zullen wel zien waar we dadelijk van komen en ik weet het niet. Jullie gaan hopelijk nu wel beelden zien dat ik de wagen film van buitenaf. En dat ik heel even van de wagen af en toe van buitenaf zo een beetje film. Dat heb ik vorige keer niet gedaan. Dat ga ik nu wel proberen te doen na de splitsing. Want er is een splitsing in Kotemoptocht. Dat ga ik jullie dan wel, ik ga het heel snel uitleggen. Het is een pleintje, dat is een heel plein. De stoet gaat dan zo binnen en dan komt hij hier. Maar als hij dan hier is, moet die nog doorkomen. Dus dan staan ze met 2 wagens langs elkaar altijd. En dan, op een gegeven moment is hij helemaal binnen. En dan zijn we door. Er zijn 70 wagens, wij hebben nummer 60. Dus we zijn bij de laatste 10. En zij hebben nummer 62. Dat is die, dat vind ik echt een heel mooie wagen, hebben die. Ik weet niet of ik de wagen hopelijk van hun kan vastleggen, maar ze hebben hippie wagen. Van hippies, hippie days op holiday. Zo is het thema van hun. Ons thema is het geld, wij doen het ook, maar we vinden het wel. En we gaan ons best doen, maar er is geen beker, we gaan ons amuseren. Dat weet ik nu al. Kotemoptocht, here I come. En wie had dan nu anders gedacht? Ik heb mij helaas niet aan de schminkvoorwaarden kunnen houden. Hij staat er niet op. We gaan nu dan rechtstreeks weer over naar de video's. Naar de videobeelden, zeg maar, van de optocht. En dat zijn stukken voor de optocht, dus nog op de opstelling. Tijdens de optocht, tijdens de splitsing, dat is een splitsing in Kotemoptocht. En een beetje voor het einde, de aankomst heb ik er niet op, waar ik een beetje spijt van gehad, want dat was weer een hele mooie aankomst met heel veel confetti en het was echt. Maar toch, de beelden die ik gemaakt heb, geniet ervan. Er komen nog foto's naar de rand en het wordt een heel erg leuke video, hoop ik, voor jullie. Geniet ervan. Ja, als we muziek aan zetten, zullen we het snel weer zijn. Oh,
Christmas beginners, and we're going to go to the small boys with me, the crazy DJ Miller, and the remix show. Ze zijn op deze dag gewoon de jury, dus een keer hier weer populair is Omi! Haha! Laten we nog eens gaan schrijven die! Kom aan, Kloten! We zijn Hennekezee! Ze zijn van alle jury, dus van de populair! Yeah!
Ik wil een hert zien en kiezen. De jets die handjes door jou. Dames en heren, je handjes slaan, je moet zien je handjes! Liebes Tor, auf die Volker lade ich mich zu gierig hoch.
bitch, nou weer.